Plezant is een theatergezelschap dat theatervoorstellingen maakt over werk, leven en liefde. En dat zijn muziektheatervoorstellingen, altijd met live muziek en acteurs. En voor een belangrijk deel spelen we dat specifiek voor mensen die in organisaties werken, die op zo'n manier bij de theatervoorstelling komen. En daarna spelen we het ook gewoon in ons eigen theater en andere theaters als open voorstellingen. We hebben altijd muziek en spel in onze voorstellingen. Er zijn altijd muzikanten aanwezig. En professionele muzikanten, professionele acteurs. We proberen in onze voorstellingen altijd mensen te raken, ze te inspireren en ze uit te dagen om naar zichzelf te kijken. Jullie moeten, doordat jullie zelf een groter maken, ga ik het ook, voelt het voor mij ook meer als buiten. Ja. Wij vinden het leuk om juist voorstellingen te maken, vaak ook in co-productie met een brandsorganisatie of met een vaak groot bedrijf. En in die co-productie proberen we inhoudelijk met hun te sparren van wat is de essentie waar die voorstelling over gaat. En daarvan uit gaan we dan spelen. En vaak de eerste try-out spelen we dan ook voor de mensen die betrokken zijn bij die organisatie. En dat is eigenlijk een andere manier dan veel gezelschappen werken. Maar wij vinden het juist leuk om... Nou, wij vragen een organisatie niet SEC als sponsor. We vragen een organisatie echt als co-producent met ons een theatervoorstelling mee te produceren. OTIP wil graag dat deze voorstelling ook impact heeft en uiteindelijk ook ondernemers helpt met hun keuzes en ook teams in organisaties. We hebben hem ook juist gemaakt vanuit de gedachte dat een heel bedrijf deze voorstelling zou kunnen zien vanuit de installatiebranche. En dan een inspiratiebron heeft en ook een referentiekader heeft om met elkaar echt in gesprek te komen van, goh, wat moeten wij nou doen met elkaar om die toekomst goed in te gaan. Op het vakgebied is iedereen vaak wel goed. En daar kan je ook wel weer in trainen en protocollen voor bedenken. Maar in het met elkaar omgaan, om leiding te geven, om te managen, maar ook als collega's met elkaar, dat is altijd moeilijk. Want dan heb je altijd te maken met allerlei restricties of dingen die je wil die niet kunnen. Of mensen waarmee je moet werken die je niet hebt uitgekozen, maar waar je toch mee moet werken. En heel veel veranderende omstandigheden. En daar is volgens mij juist theater een heel goed middel om mensen te helpen om daarnaar te kijken. Ja, men zegt dat... Men zegt zoveel. Mensen willen gewoon zonne-energie en minder kosten. Weer maar een platte keer. Ik denk dat theater ook, dat is de basisfunctie van theater ook. Daarom maken we theatervoorstellingen. Om een samenleving te inspireren, uit te dagen, te spiegelen, uit hun comfortzone te halen. Soms te ontregelen, maar het blijft wel theater. Het is in die zin geen documentaire die we gaan maken of over een bedrijf. Het blijft een theatervoorstelling. Nou, en als wij het goed doen, dan is na de voorstelling, vind je daar van alles van. En heeft het je geraakt en wil je erover spreken. En er is een poot van Plezant. Het zijn de mensen die zich echt richten op, wat kan je nou doen na die voorstelling? En hoe kan je die voorstelling nou doorvertalen naar daadwerkelijke veranderingen in je organisatie en keuzes die je maakt? En die groep die adviseert nu ook, die werkt samen met OTIP om ook dat vervolgprogramma daar een goed vervolg aan te geven.